Er is continu verkeer tussen de verschillende afdelingen in het ziekenhuis en het lab. Zo moet in het Sophia Kinderziekenhuis de bloedgroep van deze patiënt vastgesteld worden, voorafgaand aan de operatie, voor het geval hij straks, tijdens de operatie, plotseling bloed nodig heeft. Het bloed van de patiënt wordt via buizenpost verzonden naar het lab. Ook de spoedeisende hulp doet 24 uur per dag een beroep op de klinische chemie. Het bloedgroepenkaartje en het DNA-paspoort van deze patiënt laten zien welk bloedproduct en welke medicatie op maat hij nodig heeft. Van hem gaan twee buizen bloed met spoed richting het lab. Vanaf de interne polies wordt ook veel patiëntenmateriaal ingestuurd. Bij deze patiënt moet naar urine en bloed worden gekeken. Alles komt samen op het laboratorium. Totaal zijn het ongeveer 5000 buizen per dag. Ieder buisje wordt automatisch aangemeld, zodat bekend is dat de buis op lab is en wat er geanalyseerd moet worden. Het urgente onderzoek krijgt automatisch voorrang. Het bloed van de patiënt op de spoedeisende hulp wordt gecentrifugeerd, ontdopt en getransporteerd naar de analyseautomaat. Het bloed van het kind op de OK wordt direct op de bloedgroepautomaat geplaatst. Zijn bloedgroep staat nu vast. Ondertussen worden de rode en de witte bloedcellen en de bloedplaatjes geanalyseerd. Op hetzelfde moment wordt van de patiënt van de interne poli algemeen urineonderzoek ingezet en tegelijkertijd het bloedonderzoek uitgevoerd. Op de chemieautomaat zijn meer dan 80 verschillende analyses tegelijk mogelijk. Via SampleTrack wordt gecontroleerd of alle bepalingen zijn gedaan. Binnen een uur na de bloedafname is de uitslag van de troponine T bekend en zijn alle uitslagen direct oproepbaar in het elektronisch patiëntendossier. Ondertussen op de OK in het Sophia Kinderziekenhuis. We hebben interne bloeding. Ik wil graag met spoed voor patiënt Jans, met patiënt nummer 3907. De klinische chemie is ook verantwoordelijk voor analyses buiten het laboratorium. De controle is zeer uitgebreid, zodat het juiste bloed wordt meegegeven voor de juiste patiënt. Klopt. Het urinesediment van de patiënt van de interne poli moet handmatig onderzocht worden op de aanwezigheid van cellen. Uitslagen worden via technische en medische validatie vrijgegeven. De uitslag van de nierfunctie geeft aanleiding om direct de behandelend arts te informeren. Voor het geval de artsen extra onderzoek willen aanvragen, wordt al het patiëntenmateriaal nog 3 dagen bewaard in het gekoelde archief. En ondertussen blijven de aanvragen voor laboratoriumonderzoek 24 uur per dag binnenstromen op het lab.